Staat hij aan? Oké. Okay. Ja, dit is de chick die alles rijdt voor Folia. Ik moet even mijn kampje uitwachten. Het is nu 's ochtends vroeg en ik zit hier op de redactie. En ik ga zo met twee redacteuren ga ik naar België toe. Naar onze drukke in Roeselaar, Roelarten. Hey, Matthias. Hey. Darling, heel goed met mij. Ja? Met jou ook goed? Ja, super. Is het goed gelukt, Amsterdam, Brussel? Allemaal goed gelukt. Kom op, we gaan. Zeg maar. Yes, welke kant op? Die kant. Oké. Jullie hebben gisteravond heel wat stress gehad om de pagina's just in time tot bij ons te krijgen. Kom hier binnen en dan gaat onze collega een aantal controles doen. Op jullie files, kijken of alles een beetje goed staat. Wordt terug naar jullie gezonden voor een laatste controle. En een paar uur later zijn we aan het drukken. Hier links gaan we zo dadelijk erin duiken, maar hier zie je de drukpersen van bovenaf en ook de afwerking. Nu is het even stil, maar over een paar minuten gaat de machine terugdraaien en hier maken we drukplaten. In ons proces hebben we nog altijd drukplaten nodig. Het is geen digitale druk zoals de printer thuis. De files, de pagina's die jullie hebben afgeleverd bij ons, moeten we op een drukplaat zetten en van die drukplaat gaan we drukken op papier. En hoe vaak kan je zo'n plaat nou gebruiken? Eén keer. Echt maar één keer? Ja, en dan gaan we ze recycleren. Of laten we ze recycleren om terug nieuwe platen van te maken. Jezus man, je bent bijna niet bij te benen. Ja, in een drukkerij moet het vooruit gaan, hè. Stephanie, we moeten drukken, we moeten bijna gaan leveren al, dus het moet vooruit. En we gaan nu kijken hoe het allemaal gedrukt wordt. Oké, let's go. Is het nog fair? Ja, met kabouterstapjes wel. Matthias, ik wil je wat vragen. Hey man, wacht even. Matthias, ik hou heel erg van bomen en ik knuffel ze ook regelmatig in het bos. Wat voor bomen gebruiken jullie eigenlijk voor het papier? Jonge, hele lieve, kleine bambiboompjes. Heel zielig. Nee, echt waar. Het zijn wel jonge bomen die heel speciaal worden gekweekt. En dan zijn ze voor ons goed bruikbaar om papier te maken. En de papierleveranciers gaan telkens opnieuw bomen aanplanten, waardoor het totale bomenarsenaal, zoals dat wel eens genoemd wordt, zeker niet afneemt, maar zelfs nog toeneemt. Nu gaat het eindelijk gebeuren. Jullie zijn al dagen bezig om een mooi blad te maken. En hier gebeurt het. Achter ons is de drukpers aan het draaien. En met de vier kleuren, het lijken wel heel veel kleuren, maar met vier kleuren gaan we jullie blad maken met zwart, geel, cyaan en magenta. Komt het blad er aan een, zoals je hoort, aan een heel hoge snelheid, komt het eruit. Aan 40.000 exemplaren per uur. Ja, dat klinkt wel heel erg spannend, maar hoe lang duurt het dan dat het klaar is? Als je 12.000 exemplaren van Folia hebt, dan kan je zeggen dat je ongeveer in totaal een kwartier, 20 minuutjes aan het drukken bent. Dat is echt wel heel erg snel. Hier komt de papierbaan uit de drukpers. Wat betekent, de vier kleuren zijn gedrukt. Maar nu moet de inkt ook gedroogd zijn, dat is ook net gebeurd. En dan moeten we van een heel brede papierbaan, moeten we nu ineens naar zo'n boekje komen. En dat gebeurt hier eigenlijk. Hier wordt de complete papierbaan in repen versneden. Bovenop elkaar gelegd, gelijmd. Want Folia heeft altijd zo'n mooi leuk lijmstrookje in de rug. Dat gebeurt hier en dan komt uiteindelijk deze katern of deze folia komt zo uit de machine. Gelijmd en volledig per pagina. Zo net hebben we een katern gedrukt. In jullie geval een volledig magazine. Dat komt zo bruto uit een drukpers. Dan zie je nog een rafelige rand bovenaan op de zijkant en onderaan. En wat we hier gaan doen is eigenlijk het magazine mooi netjes gaan nasnijden aan de drie zijden. En dan krijg je een mooi boekje, wat morgen al bij jullie in Amsterdam ligt. Hier is onze vriend de bundels aan het binden, zodat ze ook in Amsterdam ter plaatse door de jongens en meisjes makkelijk kunnen verhandeld worden. Een bundeltje voor daar, een bundeltje voor daar, kan je ze toch makkelijker vastnemen als er een bandje rond zit. Hier zie je het pallet. We zijn helemaal klaar. We hebben natuurlijk meerdere pallets en die gaan nu de vrachtwagen in. En dan rijden wij die in één ruk naar Amsterdam, naar bij jullie, naar het verzendhuis. En dan worden ze morgenochtend uitgedeeld op verschillende plaatsen. Hoe laat bent u uit België vertrokken? Om 3:30. Leuke Linda, ga ik straks met je mee. Wel lieve mensen, dit is Linda van
Amazone Transport al jaren distribueert zij de folia voor ons. Linda, ik ga met je mee. Heb je wat hulp nodig vandaag? Absoluut, absoluut. Altijd. En we're off. Ik weer gaan rennen. Ben je blij? Belangrijk. Hebben we nou zin? Absoluut! Let's go! Alright. Nou ben ik, of zijn Daan en ik met jou zo mee met het ritje. En ik zie dat er best wel wat weggegooid wordt. Hoe was dat in vergelijking met vroeger? Ik denk dat er is altijd te veel gedrukt. Ja, goedemorgen met Linda, met de folia. Hi! Doei. Ja, met die chick die alles regelt ook. Het is een soort videospel, hè? Oh, we're gonna cut him off. Yeah! Yeah! Let's go, baby! Let's go, honey! Yeah! All right, we won 2 seconds there. We gaan nu naar de redactie toe. Fijn. En daar ga je ook folia's brengen, hè? Ja, bij de redactie breng ik 2 pakjes. Ja, eens kijken. Ja, wacht even. We gaan, ja! We gaan zwaaien! Yay! Hey Linda! Hey, jongens! Dag allemaal! Jongens! Hier is Linda! Zeg hem even gedag! Hallo! Wacht even! Wil je meer zien van de chick die alles redt voor folia? Abonneer je dan op de YouTube-kanaal van folia. Boom!